Zoals vorige week tegen Club ook. Eén goede diepe bal, en het was een goal. Dat moet allemaal vermeden worden. Sor meteen. Diepgang bij Bonsuba. Mooie Sor. Heine die komt bijsluiten. Dat zijn de mannen in de box. Hij doet het zelf. En Bottard moet hem toch in corner duwen. Verrassende uithaal. En die had best gepast. Daar is hij weer. Ja, met veel ruimte. Drie mensen die mee zijn. Gaat naar Ba. Terugleggen. El Canoes. Oh, mooi meenemen. En nog overleggen. Ja. Dit had hij toch gewoon tussen de palen moeten trappen. En, Nog eens met Ba, met Heijnen en Kayembe. Dezelfde driehoek. Nu de voorzet. Life is weten raad met Rozovski. De volley. Niet gekadreerd. Zo heeft hij er vorig jaar wel. Je mag geen sprinten willen aangaan natuurlijk. Dat Life is wel goed begrepen. Ja, kon net de bal niet mee ritsen. El Canoes met Ba. Misschien een schietkans. Maar die kan Bodaar gecontroleerd laten naastlopen. Voorlopig is het moeilijk om. Vragen. Ik kan het goed maken. Heeft er min of meer een uur voor. Daar is hij. Samenspel met Sor. Randje buitenspel. Sor. En nu Heine. En gered door Noemi. Rwadi vindt Bonsuba. Doumbia moet de voorzitter uithalen. Kan niet. En Sor kan niet scoren. Tolu maakt zijn lef breed. En nog aangeraakt. Of hij verbeen in de bovenhoek. Gewoon een corner. 3 minuten nog. Wanneer beloont Racing Genk zich met een doelpunt? Nu dan misschien Tolu. Nee, nu weer de lat. Wel. Het mag ook niet gebeuren voor Genk. Naar de kopbal van Tolu. Wordt daar nog vastgehouden door Lifes. Maar kan uiteindelijk niet verhinderen dat Tolu kan koppen. Mooie kopbal, want niet makkelijk. Nieuwe corner, Kawabe. Iets verder nu. Oh, Van der Voort laat hem schieten. En op de lijn gered. De omhaal van Yeboah. Ik dacht dat hij het onder controle had. Hier eens kijken. Eerst nog een duwtje aan Price van der Voort. Waardoor hij, kijk, het duwtje daar. En daardoor net te laat om die bal te pakken. En El Wadi doet het goed. Redder in nood op de lijn. Of zal daar was zowaar met een voorsprong gaan rusten. En ineens zijn dat 3 corners op 2 minuten voor de Roesjes. Ja, zo moet je zeggen. Ze zijn er minstens 1 keer even dichtbij geweest. Ja, zo niet dichter dan Racing Genk. Ook al is Standaard hier eigenlijk 47 minuten totaal op alle... Ja, El Hadj vanaf de linkerkant. Dat is... Hey, El Hadj. Voetballen met El Canoes. Nu toch maar een keer trappen. En Bottard met een halve hand en erin gestoken door El Hadj. Hey, El Hadj. Ja. Daar is de verdiende voorsprong voor Racing Genk. 5 minuten ver in de tweede helft. Ja. El Canoes die nu veel op de linkerkant zit. In de eerste helft was het omgekeerd. Vaak... Rex bij El Wadi en Bonsuba. Nou, dat hakje kwam er niet uit, maar nou, ingeleverd weer al zaten. We zitten bij Bonsuba. 1-1 met Doumbia. Naar binnen komen, trappen. Te centraal deze. Ja, goede beweging. Snel flux. Trap een stuk minder. Noubi komt inschuiven. Beetje een nonchalante bal. Kaga. Even bijhouden, denkt deze van der Voort. Alzate, Shanak, die heeft zin in een schot. Kreeg nog een zetje van Heine. En Heine zegt, ja, het compacte. Yeboah, McKenzie mag zich niet verslikken. Ja, opletten. Redding van der Voort. En daar is inderdaad het verlossende fluitsignaal. 1-0. Een krappe marge, maar het verschil was een stuk groter tussen Genk en Standaard. En wat we al zeiden.